Hoi iedereen, welkom bij de Sylvia's Hoeve. Dit is Denise en ik ben Noor. En Denise gaat jullie in deze video laten zien hoe je moet op- en afstijgen. Ben jij klaar voor? Ja. Als je pony helemaal gepoetst en opgezadeld is, neem je je pony mee naar de rijbak. Je zet je pony neer op de AC-lijn, dus dat is eigenlijk het midden van de bak. Zo blijft de hoefslag vrij voor andere ponies. Vaak het allereerste wat je doet, is dat je pony even ietsje strakker aanzingelen. Als dat niet lukt, kun je ook je instructeur vragen om te helpen. Trek niet in één keer te hard, maar trek het gewoon rustig aan. Daarna haal je de beugels naar beneden. En je kan, doordat je de beugel naar beneden doet, even kijken wat ongeveer de juiste lengte is voor de beugels. Dit doe je door de beugel helemaal naar beneden te halen. De beugellengte is ongeveer gelijk aan de lengte van je arm. Let wel op, dit is een richtlijn. Als je op wilt stappen, is het altijd belangrijk dat je altijd je teugels vast hebt. Met beide handen pak je dan het zadel vast. Dan stop je je linkervoet rustig in de stijgbeugel. Let er wel op dat je pony niet aanprikt met je tenen. Dan rustig zwaai je jezelf op. Je rechterbeen sla je rustig over de billen van de pony heen. Probeer ook erop te letten dat je de billen van de pony niet aanraakt. En ga dan zachtjes zitten. Als je eenmaal zit, kun je kijken of inderdaad de beugels de juiste lengte hebben. En even aan je instructeur vragen of de pony goed is aangesingeld. Nou, teugels op maat en dan kan je rijden. Voor het afstappen doe je eigenlijk precies hetzelfde, maar dan natuurlijk net andersom. Met beide handen hou je de voorkant van je zadel vast en de teugels. Doe je rechterbeen uit de beugel. Dan rustig zwaai je rechterbeen over de billen van je pony heen. Dan wacht je even. Dan duw je linkervoet uit de beugel en dan pas laat jezelf rustig zakken. Na het rijden, als je pony niet wordt overgenomen, steek je weer netjes de beugels op. Dit in verband met de veiligheid. En dan kan je pony weer mee naar stal nemen.